Hey, super leuk dat jullie kijken. Een nieuwe zwangerschapsupdate op kellycressen.nl. Op het moment dat ik dit film ben ik bijna 29 weken zwanger. En op het moment dat het online komt ben ik 29 weken zwanger. Dus ik ga terugkijken op week 28. Ik ga het hebben over hoe het tot en met nu eigenlijk weer gegaan is. En ik laat dadelijk weer een baby bump shot zien. 29 weken bijna. Oftewel, ik ga het nu hebben tot en met 28 weken. Maar jeetje, wat is het snel gegaan. Echt niet normaal. Het lijkt er twee keer zo snel te gaan als toen met Lana. En ik ben natuurlijk ook druk in de weer met Lana. Dus daardoor besef je natuurlijk ook iets minder ieder momentje van de zwangerschap. Ja, ik merk ook dat ik het anders meemaak. Omdat ik gewoon weet wat er gebeurt. En ik herinner heel veel van de vorige keer. En ja, daardoor is het gewoon wat vertrouwder. Dat soort dingen, weet je wel. Mijn buik groeit veel harder. Dat gaan jullie dadelijk wel zien. Ik weet niet of je mijn vorige update gezien hebt. Maar er is heel wat groei bijgekomen. Het gaat goed. Het derde trimester is begonnen. Dat wil wel zeggen dat de vermoeidheid flink terug is gekomen, zeg maar. De vermoeidheid die ik het eerste trimester ook al had. En lichamelijke klachten. Je hebt zo'n grote voetbal die je bij je draagt. En dat heeft gewoon veel effect op lopen, op alles eigenlijk. Op slapen, op omdraaien, op bewegen. En bovendien, door de bekken. Je bekken daar doorheen moet straks het kindje natuurlijk. Als je vagina bevalt. En daarom zijn je, als ik het goed zeg. Of eigenlijk de gewrichten en zo. Die zijn eigenlijk allemaal een beetje wijder aan het worden. En beker aan het worden. En daardoor krijg je gewoon pijn. Dus kun je bekkenklachten krijgen, rugklachten, dat soort dingen. En dat merk ik af en toe. Het valt echt nog reuze mee. Maar ik merk het wel. Dat ik af en toe met opstaan, dat het even niet lekker gaat. Of gewoon als ik te lang in dezelfde houding zit of lig, dat ik dat gewoon voel. Verder is dit meisje super actief. En dat was Lana ook, maar ik weet niet meer zo goed hoe dat toen ging. Maar als ik terugdenk, dan heb ik het idee dat dit meisje veel drukker is. Dus echt heel de dag. Op dit moment slaapt ze volgens mij, dat is echt iets unieks. De ochtend is vrij rustig. Ik word vaak wakker wel dat ik haar al voel. Dan voel ik haar al, voel ik al tikjes zo hier in de zij of in de onderkant. Een paar uurtjes wat rustiger, zoals nu. Het is nu ochtend nu ik dit film. Jullie weten natuurlijk helemaal niet wanneer ik dit film. Het is nu ochtend. En nu is dat rustiger, maar echt in de middag en in de avond is ze echt disco. Dan gaat ze echt heel die buik door, die buik beweegt. En je ziet het gewoon wel eens van de buitenkant. Echt heel grappig. En Lana en ik vindt het ook heel erg leuk. Om dat te zien en te voelen. En iedere avond dan doet hij even er tegen praten. En ja, dan beseft hij het ook steeds meer. En het meisje reageert op hem en op zijn stem. En dat is gewoon heel erg leuk. Dus ik heb het idee dat ze wat drukker is. Of dat iets zegt of ze uiteindelijk een drukker kindje is als Lana. Ik bedoel, Lana is wel heel makkelijk en rustig en lief. Het kan zijn dat ik het toch echt wel een moeilijker meisje tref. Of dat nu al te vergelijken is qua zwangerschap, geloof ik niet per se. Maar wie weet, misschien wordt het wel een meisje wat me echt wel slapeloze nachten gaat bezorgen. En minder slaap als Lana. Maar goed, dat gaan we dan wel ontdekken. De babykamer, wel leuk om daar in een update over te geven. Zijn we druk mee bezig. Nou, we houden de meubeltjes van Lana gewoon. Het zijn gewoon hele goede houten meubels. Maar mijn vader is momenteel bezig met het verven van onderdelen ervan. Het zijn zeg maar witte meubels met een soort zilveren accent. Dus, of tenminste zo waren ze nu. En we dachten eraan om dat zilveren accent te verven. Een andere kleur. Een heel mooi kleurtje. En die accentkleur, dat is een beetje dat kleurtje als je ook veel op mijn site ziet. Dat min blauw, dat turquoise, wat we allebei heel mooi vinden. Dat laten we dan terugkomen. Dus in de meubeltjes, maar ook in de accessoires. Dus in de aankleedkussenhoes, in mandje op de commode, in de dekbedjes of in de dekentjes, in decoratie op de kamer en dat soort dingen. Dus daar zijn we momenteel mee bezig. En binnenkort komt er een artikel online als ik zeg maar bijna klaar ben met de kamer. Met gewoon wat details. Dus gewoon wat fotootjes van wat hoekjes en elementen. En later in de zwangerschap, ik denk rond de 4, 35 weken, komt er een room tour. Waarin ik gewoon uitgebreid de hele kamer laat zien. En laat zien waar ik alles neer heb gezet. En hoe ik alles heb ingedeeld. En hoe ik hem zeg maar wil gaan gebruiken. Waarom ik bepaalde, ja, weet je wel, hoe de kledingkast is ingedeeld, hoe de commode is ingedeeld, dat soort dingen. Dus dat komt later, maar jullie gaan er in ieder geval nog een heleboel van zien. Maar ik ben super blij dat we hier nu mee bezig zijn. En lekker op het gemakje, de ene keer kopen we dit of dat, en de andere keer zijn we met verven bezig. Of dan zijn we weer bezig met,
de kleding. En zo ben ik het een beetje gewoon op het gemakje lekker aan het doen. Bij 30 weken begin ik met het wassen van de kleertjes, had ik me voorgenomen. En bij 32 weken gaan we beginnen met geboortekaartjes. Maar alles in stapjes. Dus dat is een beetje hoe qua voorbereidingen nu zijn. De vorige zwangerschap was ik gewoon heel laat met alles. En dacht ik van, ik was best onzeker. Ik durfde nog niet allemaal te gaan beginnen met die kamer. En ik was daardoor vrij laat. We hadden het wel af, maar gewoon niet alles. Zoals de box niet en wat details. En natuurlijk dit keer echt bij 32 weken wil ik alles klaar hebben. En dan hoop ik dat ze lekker pas geboren wordt wanneer ze wil. Gewoon lekker vol dragen, maar dan is in ieder geval alles mooi klaar. Dus dat is hoe het daarmee gaat. Ik voel me verder hartstikke fit. Fietsen wordt wel wat lastiger, merk ik. Ik fiets veel met Lana. Inmiddels zit ze achterop op de fiets, zodat ik mijn buik geen last meer heb van het vooropzitje. Dus dat is wel fijn, maar ik merk het opstaan op de fiets en afstappen en dat soort dingen. Merken dat het lichamelijk zwaarder wordt. Maar dat is niet erg, dat hoort erbij. Op een gegeven moment moet ik gewoon stoppen met fietsen en dan wordt het gewoon meer wandelen. Kan ook. Dus... dat is de update. Ik ga nu aan jullie laten zien hoe de buik eruit ziet. Ik draag een blouseje van Lovies en een zwangerschapsbroek van Noppies. En een heel simpel hemdje van Wee. Van de Wee, gewoon een normaal hemdje. Zo zie je met kleding aan. En dan gaan we het uitdoen. Ik heb niet meer die sensor die ik eerst had. Dat beviel niet onwijs goed en verschillende redenen waarom ik daarmee gestopt ben. Ik heb wel heel veel blauwe plekken op mijn buik omdat ik insuline spuit. Omdat ik heel veel insuline verbruik, doe ik het voor het ook met de insuline pen. Omdat het gewoon net wat sneller werkt. Dus vandaar die blauwe plekken. Ja, je mag in je buik spuiten. Dat is helemaal niet schadelijk. Oké, dus de buik. Bloot. Lekker rond. Lekkere flinke buik, zoals je kunt zien. Ja, kan ik gewoon zeggen. Dus dit is hem. Lekker gegroeid ten opzichte van de vorige keer. Doe ik het lekker allemaal weer aan. En dan hebben jullie dat ook weer gezien. Dus dat was een update van hoe het nu met me gaat. We gaan naar de 30 weken toe. Dan is het alweer aftellen naar tot ze geboren wordt. Nou, ik krijg super vaak vragen waarom er hier 24 februari in beeld staat. Verschillende redenen. 1. Ik ben gewoon lui om iedere keer de datum aan te passen op wanneer ik de video maak. Want ik weet ook nooit zo goed wanneer ik ze plan. Dus dan is het ook niet altijd de juiste datum. En 2. Dit is de uitgerekende datum, 24 februari. Dan verwacht ik te gaan bevallen. Dus vandaar. Dus we gaan dan lekker aftellen. Maar eerst nog heerlijk genieten van deze zwangerschap. Want het is een heel mooi moment. En het is echt niet altijd makkelijk en pijnloos en prettig. Maar ik zou het voor geen goud willen missen. Oké, ik wil jullie heel graag bedanken voor deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer. Doei!